De eerste etappe, Winschoten over ruim 104 kilometer, begint normaal. Bij het binnenrijden van de molenstad en met nog 3 plaatselijke ronden te gaan, hebben we een kopgroep van 22 vrouwen, met daarin alle toppers. Maar niet veel later op de Noordereinde legt de jury de wedstrijd plat. De achtervolgende groep rijdt in Winschoten verkeerd en daarom kloppen de tijdsverschillen niet meer. Kirsten Wild, een van de favorietes voor in de sprint, vraagt tekst en uitleg. Met nog ruim 20 kilometer voor de wielen beginnen de vrouwen opnieuw aan hun wedstrijd. Met de laatst gemeten voorsprong als startverschil. Maar amper een kilometer verder gaat het opnieuw fout. Op de molenweg is het verkeer niet afgezet en de vrouwen knijpen wederom in de remmen. Omdat hun eigen veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Toch rijden de 22 verder. Maar door de oponthoud sluiten er 17 rensters aan. En met nog 15 kilometer te gaan lijken de 3 rensters weg te rijden uit de kopgroep van 37. Het zijn Annemiek van Vleuten, Carmen Smol en Loes Gunnewijk. Maar de gifbeker is nog niet helemaal leeg. Want de Kloosterbrug staat plotseling open. Adrie Visser laat dan haar ongenoegen blijken. Er wordt dan nog even doorgefietst, maar op start-finish wordt er wederom in de remmen geknepen. Na overleg wordt er opnieuw gestart, met opnieuw de verschillen zoals bij de eerste herstart. En met nog 1 ronde te gaan. Daarin wordt er nog wel geprobeerd weg te rijden, maar op de Nassaustraat in Winschoten gaat er dan toch gesprint worden. Kirsten Wild wint deze bizarre rit net voor Ellen van Dijk. We waren natuurlijk met die groep weg en toen werd het peloton verkeerd gestuurd. Dus wij werden geacht om te wachten. Toen werden we weggestuurd. Ik was er ineens verkeer op de weg. Maar het is eigenlijk allemaal goed opgelost. En we zijn uiteindelijk weer met die kopgroep van 22 op pad gestuurd. En, dus eigenlijk was er niks aan de hand.